In de schaduw van de eeuwenoude rode beuk wordt het jonge exemplaar geplant op het domein van Kasteel Durcel. Het nieuw leven vervangt een van de oudste beuken van het park, die sinds maart dit jaar het leven heeft gelaten. Die oude die is er niet goed aan toe, er staat enkel nog de stam. In maart was er een hele grote storm, zijn er tientallen bomen omvergewaaid hier. En bij deze beuk is de kruin eruit gewaaid en dat was eigenlijk onherstelbaar beschadigd. Dus hebben we de kruin, ja, die lag ernaast, die hebben we opgeruimd. En de stam laten we staan, maar je ziet, er verschijnt nog iets naast ook. De oude boom zal zich nu volledig overgeven aan de natuur. Het jonge boompje is nog maar zo'n 20 jaar oud. Al zal die volgens de directeur van het kasteel uitstekend kunnen verder groeien in deze vruchtbare grond. Onder de grond zitten de wortels van de beuk en daar zitten schimmels in en micro-organismen. En die blijven nog een tijdje verder leven. Die leven in symbiose met de wortels van de beuk. En als we daar nu snel een nieuwe beuk naast zetten, dan kan die daar eigenlijk op verder bouwen. Dan heeft die eigenlijk een goede boost om te groeien en om hopelijk hier ook nog 350 jaar te staan. Dat het erfgoed rond het kasteel ook beschermd wordt, is voor veel mensen ook belangrijk. Zo zet onder andere Maddy zich in voor de financiering van de beuk. Samen met 12 andere vrijwilligers die fan zijn van het kasteeldomein, doneren ze elk 150 euro voor de aankoop van de boom. Ik vind dat goed dat het leven wordt doorgegeven. Dus die oude boom staat hier, zoals Koen al zei, via micro-organismen wordt dat doorgegeven. Dus ja, het leven gaat verder, de wereld draait door. De herfst is wel degelijk de beste periode om een beuk te planten. In deze natte tijd kan de boom zich het makkelijkste voorbereiden op de warmere maanden.